Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik even iets zeggen. Gisteren had ik echt een hele bijzondere dag. Heel veel dingen die liepen echt in het water. Echt fout op fout, alles ging mis. Dat is echt een hele bijzondere, uitdagende ervaring, moet ik zeggen. Van begin tot einde van de dag. Want ik dacht uiteindelijk in de avond. Dacht ik na vele keren de tweelingenzielreading op te nemen. Uiteindelijk om die te posten. En ik denk, nou gaat het goed, nou niet. Want toen kwam er alleen maar geluid en geen beeld. Dankjewel voor degene die mij meteen daarop hebben geattendeerd. Heel vervelend. Ik weet eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Want ik heb gewoon gepost zoals altijd. Nou ja, het had gewoon zo niet moeten zijn, want wat ik al zei, gisteren ging het gewoon helemaal mis. Gewoon overdag al met allerlei zaken. En, maar goed, we hebben het achter de rug. Ik ben gewoon positief. Dan zit ik hier de boel een beetje onder te wrijven met de as. Dus een nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik ben benieuwd wat voor de reading voor vandaag het door mag komen. De reading van 25 mei. Dus 25 mei, sorry, 23 mei. Dus dan heb je dus 2 plus 3 is 5. Dus hebben we 5. Nou, de vijfde maand, hè. De vijfde maand, mei. En dan 2021. Dus dan hebben we 5, 5, 5. Ik werd erop geattendeerd om dat te doen met de Divine Energy Oracle en de Tea Leaves. Dus we gaan eens kijken, Spirits and Guides, wat mogen wij voor vandaag doorkrijgen? Voor 23 mei. Wat mogen wij doorkrijgen voor 23 mei voor het collectief? Wat zijn de berichten? Dus ik hoop eerlijk gezegd dat jullie gisteren wel gewoon een goede dag hadden. En niet zo in die energie zaten zoals ik. De boel goed gereinigd. Dus we zijn er denk ik wel vanaf. En, anders, en zo niet, nou ja, dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Dat komt goed. Ik heb vertrouwen in spirit. En ja, ook ik. Ik ben net als jullie. Ook ik blijf daar niet van... Hoe zeg je dat? Ook ik doorsta dat soort zaken. En dan de tarot ook nog. Mocht ik het een en ander moeten verklaren, dan liggen die in ieder geval klaar en geshuffeld. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gezond mag zijn en gelukkig mag zijn. Ik wil jullie weer bedanken voor allereerst het kijken, het abonneren, het delen, het doneren. De vele aanvragen voor privé-readingen, dankjewel daarvoor. Met de kittens en de mama-poezen gaat het ook steeds beter en beter. Dus ja, meer kan ik me niet wensen. We gaan eens kijken. Deze. Oké. We gaan eens kijken waar de berichten in zitten. Deze twee. Ik krijg meteen een hele hoge pieptoon door. Dus even kijken hoe laat het is. Dus even kijken. Ik krijg ook wel eens pieptonen door als ik belangrijke berichten... Ah, oké, ik zie het al. Ja. Ik heb inderdaad een berichtje binnen van iemand waar ik al heel lang geen contact mee heb. Gehad. Maar ik ga toch even kijken. 23. De tijd van nu. Wat heeft dat voor speciaal bericht? Twaalf, 32. En wat zegt Spirit? Ask you to stay focused on your
aspiration and goals. Do not forget your faith and trust. Dus wat voor uitdaging je ook krijgt, blijf gefocust en blijf je aspiratie en je doelen voor ogen houden. Vergeet niet daarbij je volledige vertrouwen te hebben in spirit. Mooi. Nou, ben benieuwd. Misschien heeft dit... Ja, niks is voor niks, dus het zal vast met de reading te maken hebben. Mogen wij weten, spirits and guides? Ik hoor dat, dat de kaart wat onderin ligt, de tweede. Prima. Eens even kijken, wat voor berichten krijgen wij? Imagine solutions, dus bedenk oplossingen. Ik ga even loslaten. Pas op. Sorry voor degene die oortjes in hebben. Nou, dat is duidelijk loslaten. Imagine solutions, dus bedenk altijd oplossingen. Nou, waar ik eigenlijk net al mee begon, gisteren, hè, het... Ja, ik had heel tierend en boos kunnen worden. Maar bij iedere uitdaging die ik had, moest ik lachen. En heb ik het positief en creatief opgelost. Dus bedenk altijd oplossingen voor de uitdagingen die jij op je pad krijgt. En anders krijg je die oplossingen wel aangedragen door Spirit. Raise your vibration. Dus hè, niet in die negativiteit wat ik net zei. Maar probeer erom te lachen. Probeer te kijken wat je ervan mag leren. Want als je in negativiteit schiet. Of in stress. Of in frustratie. Dan gaat jouw vibratie omlaag. Dus probeer die vibratie hoog te houden. En misschien zelfs nog wel eens verder te verhogen. Wat mogen wij nog meer weten, Spirits and Guides? Voor 23 mei, 555. Hij zit dus hierin. Oké, wat mogen wij weten? Beetje last van mijn keelchakra. Oké, dat zijn ze. We gaan eens kijken. De gong. Er gaat een spannende gebeurtenis op je pad komen. Een spannend evenement kan het ook zijn. Nee, een uitnodiging, een spannend gebeurtenis, hoor ik duidelijk. Oké. Ik krijg door, wordt ingeluid. Dus het kan zijn dat... ja, hoe ingeluid, Spirit? Nou, dat zie je, dat kan voor ieder verschillend zijn. Oké. De cracked cup, die heb ik op zijn kop. Klopt dat? Die moet rechtop. Oké. Je krijgt dus een, iets leuks, iets spannends op je pad. En dat komt omdat je eigenlijk op dit moment dat gebroken bekertje bent. Dat gebroken... cupje bent, je bent niet meer zo blij met het leven. Je zoekt misschien wat uitdagingen. Nou, je gaat iets bijzonders op je pad krijgen. Krijg ik door. Deze reversed. Ook rechtop. Oké. Een donkere man.
Je gaat een connectie krijgen, of misschien heb je al een connectie met een donkere man. Het kan ook zijn dat deze persoon, dat je daar een relatie mee hebt. Het kan zijn dat het gaat om iemand met een mooie donkere huid of donker haar. Want ja, ik lees voor honderden mensen, dus vandaar ook dat dat wat breder, wat diverser is. Een frying pan. Ja, er komen wat troubles, er komen wat problemen op je pad en wat beschuldigingen. Oké, komen die van die donkere man? Ik krijg door dat die gebeurtenis, dat dat heeft betrekking op jou, lieve kijker. En ook dat je wat uitdaging kan gebruiken. Die donkere man of de persoon met donker haar, daar ga je mee te maken krijgen. Dat is 9 van de 10 gewoon een connectie, dat is geen relatie. En die troubles en die beschuldigingen, dat komt van buitenaf. En dat gaat over jou. Dat zijn mensen die jou van dingen beschuldigen. Of die met jou problemen willen maken. Ruzies. Waarom, Spirit? Competition, dus mensen die jaloers op je zijn, mensen die jou als concurrent zien, mensen die jou gewoon niet zo graag dat nieuwe zien oppakken, die benijden jou, sommigen zijn zelfs furieus, die zijn daar wat jaloers op. En dus hou dat in de gaten. Deze rechtop. Dus dit is goed. Zo. En kopweb. Dat is dus een spinnenweb. Probeer je te beschermen tegen negatieve energieën die buiten jouw controle ligt. Ik krijg nu ineens door dat voor mij persoonlijk gisteren een dag was van afzien. Omdat iemand een persoonlijke wrok tegen mij heeft. En dat ik daarom negatieve energie naar me toe heb gekregen. Nou, het is goed dat ik dat weet. Maar het kan goed zijn dat dat ook jouw kant uitkomt. Waarom? Dit ligt onder dat nieuwe spannende uitdaging die jouw kant op komt. En het kan zijn dat de mensen die wat jaloersig zijn of graag hadden gehad dat jij dit dat het niet op jouw pad was gekomen, dat die dan bewust of onbewust die negatieve energie naar je toe sturen. Heel even een slokje nemen, want anders ben ik niet meer te verstaan. Ik hoor ook, doe je goed reinigen. Goed, je energie reinigen. En zorg goed voor jezelf. Ja, waar ik mee bezig was, was volgende. Ik was even mijn draad kwijt. Ik krijg zoveel informatie binnen. Het kan best, ik zei bewust of onbewust, want als er mensen wat slechte gedachten over je hebben, zo van, die krijgt altijd alles in de schoot geworpen, of waarom ik niet, en dan druk ik me nog positief uit.
mensen dus jaloezie hebben of afgunst of boos, kwaadheid, verdriet hebben, dat zijn hele intense, laag vibrerende energieën. En dat kan zo zijn weerslag op jou hebben, want wij zijn tenslotte allemaal energie. Zeker als je een zuivere ziel bent, dus, of hooggevoelig, of als jij heel bewust van je energie bent en je dagelijks ook cleanst, dan voel je zo'n energie heel duidelijk aan. En, maar wees daar niet bang voor. Want spirits die beschermen jou, maar je kan net als ik gisteren, kan je zo'n dag hebben dat je denkt van, wat is het? Het ene naar het andere doet zich voor. Hè? Laat je dan niet mee trekken, mee verleiden om in die negatieve energie te komen, dat je ook gestrest wordt of boos wordt of je machteloos voelt. Nee, hou jouw hoge vibratie aan. Kom niet in een verleiding om die te verlagen, want dan trekken ze jou naar het niveau waar zij op vibreren. En bedenk gewoon positieve oplossingen. Coins. Money will be coming to you. Dus je gaat veel een voorspoed krijgen. Er gaat geld naar je toe komen. En dat is ook wat mensen nog verder die afgunst in laten gaan. Door die speciale gebeurtenis die op jouw pad komt. Jij krijgt dat omdat je juist heel erg goed bezig bent geweest met jezelf. Dat je je licht hebt geschenen op anderen. Dat je anderen hebt geholpen. Daarom zit het jou enorm mee. En het licht wat jij schijnt, dat gaat harder schijnen. En het donkere van de ander, dat wordt dan belicht. Hè? Als je met een lantaarn ergens op schijnt, dan zie je natuurlijk, dan zie je meer. Dus jij gaat ook meer inzien. Jij gaat op een gegeven moment ook doorkrijgen wie jou slecht gezind zijn. Wie afgunst hebben. Dat hoeven geen slechte mensen te zijn, maar dat is gewoon een bepaalde vibratie waar mensen in zitten. En die doen dat soms heel onbewust. Die jaloezie en die afgunst en ikke en de rest kan stikken. En zeker als het om het geld gaat. We zitten natuurlijk in een bijzondere tijd met COVID. Veel mensen zijn hun baan verloren of zoeken zekerheid en geld. Dan is het natuurlijk ligt het natuurlijk enorm gevoelig als geld wel jouw kant op komt en niet naar anderen. Wind chimes, peace and harmony. Ja, probeer toch die rust, die harmonie, die liefde te blijven uitstralen. Ligt hier onder die mensen die afgunst naar jou voelen. Ook als je op een gegeven moment weet wie het is, stuur ze dan liefde en licht toe en heling. Die mensen die moeten nog leren, die zitten in een lage vibratie. Dat kan zijn door onwetendheid, kan natuurlijk ook heel bewust zijn. Maar het is altijd goed om ze liefde en heling toe te sturen. Dat ook zij mogen groeien en zij mogen ook uit dat lijden, uit die pijn, uit dat verdriet, uit die afgunst, mogen zij komen. Dus als je dergelijke uitdaging op je pad krijgt van de week, misschien ook wel zelfs op 23 mei, ervoor of daarna, weet dan, ga daar niet in mee. Probeer jouw vibratie hoog te houden of zelfs nog verder te verhogen. Probeer creatieve oplossingen te zoeken voor situaties als het misgaat. Hè, als het zich op gaat stapelen. En weet dat er iets bijzonders voor je te wachten staat. Wat jou veel voorspoed gaat brengen. Pardon. En veel rust en harmonie. En hou afstand van de negatieve mensen, die lage negatieve energieën. En
Schijn jouw licht, probeer ze toch die liefde en die healing te geven. Mag ik nog wat weten over die donkere man? Ik hoor ook dat deze donkere man, of die man met dat donkere haar, die heeft ook dergelijke energieën aan zich hangen. Dus pas op als je daarmee communiceert. Zeker als je hooggevoelig bent, dan voel je natuurlijk die negatieve energieën rondom iemand. Hè. Die kan iemand in zijn auraveld hebben of gewoon om zich heen. Maar zeker ook in persoonlijk contact. Dus als je iemand face-to-face ontmoet in een park of waar dan ook. Dan kan het zijn dat die negatieve energieën, dat die bij jou blijven hangen. Als een spinnenweb, als je spinnenwebben die plakken ook altijd. Dus het kan zijn dat deze energie van deze persoon dan plakt op jou. En dan kan deze man of zich helemaal niet bewust van zijn dat hij of zij die negatieve energie om zich heen heeft. Dat kan zijn omdat die persoon niet zo spiritueel ontwikkeld is als jij. Of voornamelijk dat. Of die persoon die cleanst zich niet voldoende. En dan kan dat dus op jou gaan plakken. Dus wees je heel bewust. Als er dingen achter elkaar gebeuren. Uitdagingen op jouw pad komen. En ga dan na met wie je contact hebt gehad. Dat hoeft niet per se face-to-face te zijn. Dat kan ook berichtjes zijn. Alles is energie tenslotte. Wat ik al zei, gedachtes, negatieve of positieve gedachten aan een ander. Dat is ook al genoeg om energie die kant op te stralen. Zowel positief als negatief. Sorry. Nu weer een boer, dus je mag echt iets loslaten. Ah, oké. Okay. Heel duidelijk. Je mag deze persoon mag je los gaan laten, hoor ik. Deze persoon is op de een of andere manier niet goed voor je. Niet goed voor je energie, laat ik het zo zeggen. En dus als jij hebt te maken met een man met een donker uiterlijk of een huidskleur, krijg ik heel duidelijk door nu. Iemand met een mooi kleurtje of iemand met donker haar. Iemand met bruin haar krijg ik door. En donkere accenten. Het is goed om daar afstand van te nemen, om die los te laten. Ik hoor deze persoon, die is heel erg clingy, die is heel erg die klampt zich helemaal vast. Ik zie ook, ik zag een beeld, ik zag iemand die met een met zijn of haar gezicht door een spinnenweb liep. En dat spinnenweb dat bleef maar op het gezicht geplakt zitten. En zo zit deze persoon ook geplakt aan jouw energie, hoor ik. En als deze persoon dan negatieve gedachten over jou heeft, op wat voor manier dan ook, dan kan dat zo die negatieve forces en negatieve krachten op jou uit, hoe zeg je dat, uitwerken. Dus dan kan het zijn dat er wel eens wat vervelende dingen op jouw pad komen. Dus het is handig als je met zo iemand te maken hebt, of als zo iemand op jouw pad gaat komen, om even duidelijk te voelen van wat is de energie van die persoon. En als dat niet goed voelt, hou dan afstand of laat deze persoon het liefst helemaal los uit jouw connectie, uit jouw leven. Ik wil eigenlijk nog een heel klein beetje inkijken op dat exciting event. Ik wil daar wel wat meer over weten als dat mag. Nee, hoor ik. Oké. Dan mag ik dan wel wat van weten. Ik mag wel wat weten over de persoon. Oké. Over die persoon in kwestie die wel of niet al in jouw leven is.
Ja, ik krijg de 3 van kelken, de 7 van staven en de 9 van kelken. De 3 van kelken. Het kan goed zijn dat je deze persoon gaat ontmoeten in het uitgaansleven of dat je deze persoon kent via via. En dit is iemand met wie je misschien wel een fijne connectie hebt. Maar ik krijg door, dat is iemand die vaak ook met anderen was. Dus in grote groepen kom je deze persoon tegen. Het kan zijn dat je die nog mag tegenkomen of dat je die al tegen bent gekomen in het verleden. Want ja, in grote groepen samenkomen, dat gaat misschien wel weer gebeuren, maar dat is nu nog niet. Zover ik weet. Dus is iemand eigenlijk waar je positieve associatie mee hebt. Het is altijd iemand geweest, of dat zal iemand zijn, die afgesloten is. Iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien. Iemand die afstand bewaart. Iemand van wie je niet goed de hoogte krijgt. En dat is omdat deze persoon iets verbergt. Wat deze persoon verbergt is eigenlijk dat ze een haat, ja, hatred, haat voelen richting jou, afgunst. En dat verbloemen ze heel goed. Ze zien dat jij met de 9 van kelken, dat jij altijd heel erg hard straalt, dat alles jouw kant op komt, dat je, misschien ben je ook wel heel erg, voor de velen van jullie hoor ik, je bent heel erg mooi. Je trekt mensen aan, je trekt positiviteit aan. En dat is wat deze persoon heel slecht tegen kan. Dat is als als olie op vuur. Dat, hè, wat maakt die steekvlam? Ik moet meteen naar die frying pan kijken. Hoe meer je gaat stralen, hoe donkerder dat deze persoon de gedachten over jou heeft. Dus dat is echt iemand ja. Dat is ook iemand die meer naar het donker trekt, krijg ik door, dan naar het licht. Dus al het licht, dat is voor hem niet zo positief. En dat triggert deze persoon. Dus blijf daar alsjeblieft van verre van. Of als zo'n persoon in je leven komt, probeer dan jouw afstand te houden en die persoon los te laten. En je energie te reinigen, want dan kan jij gewoon verder gaan met jouw groei, met jouw licht. Hè? Ook dan, je ziet het op deze kaart ook, al die vruchten. Ik zie dat tezamen met die peace en harmony. En natuurlijk ook dat voorspoed wat jouw kant op komt. Ik krijg me ook heel duidelijk door dat voor sommigen die deze persoon nog niet kent, dat je deze persoon gaat ontmoeten. Juist op dat speciale event, op die speciale gebeurtenis waar jij waarschijnlijk naartoe gaat of waar je een uitnodiging gaat krijgen. En het kan goed zijn dat deze persoon dan daar ter plekke voor problemen zorgt of jou ergens van beschuldigt. Maar het kan ook zijn dat tijdens het event of daarna dat je hebt dat je ja. Dat je tegenslag mag ervaren, dat dingen fout gaan, dat dingen kapot vallen, dat je voelt echt die ontzettende haat. Dat je dieren bijvoorbeeld van slag zijn, dat je jezelf niet goed voelt, et cetera. Dat is dus die energie, die negatieve energie die deze persoon uitstraalt. Pas daarmee op. Dus laat die persoon los. Dan zal jij verder groeien en dan zal jij gewoon in die 9 van kelken blijven. Dus reinig je goed, hou je vibratie hoog. En als dit op dat event gebeurt, wees creatief met oplossingen. Dus ga bijvoorbeeld weg of blijf rustig. Blijf positief. Ga niet de confrontatie opzoeken, et cetera. Dus oké, nou.
is een soort waarschuwende reading geweest. Ik wil jullie heel veel kracht toewensen, heel veel licht en liefde. Tot de volgende keer. Namaste.